De vliegtuig, laten we maar zeggen, die weten wat we doen, maar er zijn dus notification to airmen uitgeschreven, dus niemand mag nu daar boven de Golf van Mexico in een bepaalde zone komen, omwille van het feit, ik denk dat je een hoedje zou schrikken als je daar voorbij vliegt en je krijgt een raket voor je neus die omhoog komt. Maar ook in de zee zelf, of op, niet in de zee, maar vermoed om de zee, mag er geen bootje varen in een bepaald gebied, want als de boel ontploft, dan vallen er natuurlijk heel wat brokstukken naar beneden. En ik lees dat de Coast Guard, dus de kustwacht, momenteel daar bezig is in de Golf van Mexico om een aantal bootjes nog weg te jagen. Ja. Ik heb ook juist vernomen dat ze op 40 seconden op hold gaan. Ja. Dat is een vrij normaal procedure in deze testcampagne. Dat hebben we de vorige ook gezien. Dat is de bedoeling om alle systemen nog dubbel te checken. Is alles in orde? Zijn de drukken in orde? Zijn de motoren allemaal klaar om te werken? Dat geeft even de vluchtcontrole mensen daar de tijd om alles te checken voordat ze de laatste 40 seconden induiken. Dus als dat gebeurt, niet verschieten. Dat is normaal, dat is ingepland. Dus... Spannend. Ja. Hoe? Nu, de beelden van daarnet, als u zich afvraagt hoe dat die gemaakt zijn, wel... Ook in Amerika kennen ze drones en SpaceX kent die ook. En die hebben er dus waarschijnlijk wel een aantal rondvliegen die die beelden maken die we daarnet gezien hebben. Dat is geweldig beeld, hè, Koen. Ja, de zon die opkomt. Dat kunnen ze wel. Het zijn die momenten dat je wou dat je daar in de geburen waart, maar als ik het goed begrepen heb, in een omgeving van 8 kilometer rond de raket is er niemand toegelaten. Dus dat is tot in La Padre, dat is een eilandje verderop. Dat klopt, dat is de beste plaats om het te zien eigenlijk. Ja. Dus als je de kans krijgt om naar daar te gaan, La Padre Island, is eigenlijk de place to be om raketlanceringen te zien. Ja. Ah ja, als het de reden is natuurlijk. De boten, de... Oké, dus men is inderdaad nog altijd in volle voorbereiding, zoals John daarnet gezegd heeft. Krijgen we die hold op 40 seconden en men is ijverig bezig om de laatste bootjes uit de gevarenzone weg te krijgen. Het kan daardoor zijn dat de lancering misschien enige minuten vertraging gaat oplopen, maar zoals gezegd, we hebben een lanceervenster van 20 minuten. Dus dat betekent dat we nog wel even tijd hebben om die boten weg te krijgen. En zo naderen we de klok van 1 minuut. Maar normaal gezien, dus binnen 20 seconden, krijgen we een hold. Inderdaad. Nog even aan toevoegen, want als we de lancering zien, als je het nog herinnert, de beelden die we helemaal in het begin gezien hebben, en tussen haakjes ook welkom aan al diegenen die er ondertussen zijn bijgekomen, de kijkers van onze livestream, dat helemaal in het begin hebben we een filmpje laten zien van die eerste testvlucht, en dan kwam eigenlijk nogal redelijk veel bruine wolken. Okay. Dat was natuurlijk omdat we daar heel veel zand en stukken beton en wat weet ik wat allemaal vuil in die wolken mee werden weggeblazen. Nu is de schatting dat we, denk ik, een veel propere wolken, meer propere wolken te zien gaan krijgen, meer witte, ja, omwille van al het water dat we daaronder spuiten. Dat gaf veel, bij de static fire kon je het al zien dat, ja, dat dat al veel mooier effect geeft en zelfs esthetisch geeft het toch al beter. En ook al zorgen die wolken ervoor dat we misschien niet veel te zien krijgen van de onderkant van de raket, oftewel de raket hoger en hoger gaat en uiteindelijk boven de toren gaat uitstijgen, het zou allemaal veel sneller moeten. Ze zijn terug begonnen met de aftelling, we gaan ervoor. Het is sneller dan ik had verwacht. Hier staat de klok nog altijd. Zijn gewoon van 41 op 40 gegaan, want ze staan nog altijd stil. Ja, ik hoorde iemand van vluchtleiding van SpaceX zeggen we gaan terug starten, maar... Sorry, Koen. Dat is ik weet niet wat we zelfs nog als extra te zien krijgen. Met de eerste lancering kregen we op het moment van het starten kregen we onderaan een balk. Ook waar je dus een schets kreeg van de onderkant van de booster met zijn 33 motoren. En dan kon je zien welke motor daar al was uitgevallen of niet. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat
tijdens de livebeelden niet gezien heb. Ik heb dan een beetje later in onze stream even teruggeschakeld om die lancering opnieuw te zien. En toen zag je dat, hé, daar is informatie bij ondergekomen dat ik niet gezien had. Come back and release the clock at T-minus 40 seconds. We're going to continue to listen and monitor for another few minutes. Er is een klein probleempje als je het goed begrepen hebt. Ja. Daar zou een pressurization problem zijn, dus een probleempje met de druk in een van de tanks van de tweede trap. Dus dat is de, van het schip zelf. Ik wou het juist ook zeggen. We are holding at T-minus 40 seconds, but once the team is volop mee bezig, dus dat gaat wel goed komen. Ah ja, hoop ik. Start ticking down from T minus 40 again, all towards liftoff. Yeah, exactly. Now, while we do have the ability to hold for up to 30 minutes, we only have a 20-minute launch window, so don't go away. Als je het goed begrepen hebt, dan kunnen ze in principe 30 minuten in hold blijven. Als dan de problemen nog niet opgelost zijn, ga je het sowieso. En maar de klok is teruggestart. Ja, ik zie het ook. Dus ik ga verder niks meer zeggen. We gaan hier rustig kijken. Ik weet niet wat voor beelden we gaan krijgen, of het via de drone gaat zijn of niet. Maar ik ga de commentaar nu aan John laten. Oh, serieus? Ja. En let ook op de beelden onderaan. Ja, ja. Voilà, nu gaat het Walter Dillu systeem gestart worden. Ja, ik zie het al. En ja, nu kun je dat zien. En nu gaan de motoren aan. Zie gaan, ziet hem. Oh, een beelden. Oh. Hij is weg. Ja, hij is inderdaad vertrokken. En hij gaat ook, heb ik de indruk, weer een klein beetje schuin. Dat is met opzet om de lanceertoren een beetje te beschermen. Maar het ziet er veel beter uit. Kijk, ziet er heel goed uit. De 33 motoren blijven werken. Let ook op de uitlaat. Die is zeer zuiver, zeer proper. Daar komt amper extra verbranding Amai, bij te kijken. Uit. Dus dit gaat wonderwel goed. Het gaat perfect tot nu toe. Wat een beeld. U ziet het ook. Alle motoren werken. Er zijn daar aan de zijkant precies wel, maar dat kan normaal zijn. Daar heb ik geen flauw idee van. Maar de verbranding lijkt heel normaal te zijn. Motoren blijven werken. Dit gaat allemaal goed. Het ziet er goed uit. We zijn 1 minuut ver. Ja, inderdaad. Dan moet ik even de papier erbij halen. We zijn hier net hetzelfde aan het doen. We zitten bijna op Max Q normaal gezien. Ja, Max Q hebben we inderdaad achter de rug. Meestal schakelen ze dan, kwestie van stuwkracht, een beetje terug. Om die maximum dynamic pressure te kunnen ondergaan. Mooie blauwe uitlaat. Geweldig. De gassen normaal, want we zijn methaan aan het verbranden. Motoren blijven wonderwel allemaal branden. Come on. Come on. We zijn nu 1 minuut van de hot staging. Alle motoren werken nog volgens de indicatie van SpaceX en het beeld ziet er ook zo naar uit. Ja. Vergeef mij als ik hier ondertussen kippenvel aan het krijgen. Ja, ik heb hetzelfde probleem. Ik bekijk verschillende streams tegelijkertijd en die beelden zijn allemaal gewoon geweldig. Prachtig beeld hier van de booster en het chip. Ja, mooi. Heel mooi. Met die zon aan de zijkant. 2 minuten, 7 seconden, 10 seconden, 2:39. Dat is dus binnen 20 seconden hot staging. Dat betekent dat we dus een we gaan aantal motoren, zien op dit het beeld. Grootste gedeelte van de motoren van de booster moeten zien uitgaan. Op dat moment moeten de boosters, sorry, moeten de motoren van het chip ontstoken worden. Nog 10 seconden. Inderdaad. And acquisition of Houston, signal Houston and New Orleans. Ja, u ziet de motoren enkel de 3 middelste blijven branden. Hot staging, ja, moet gaan gebeuren. Inderdaad. Ik weet niet of dat... Ja, hot staging. Wow. Wat een succes. Wat een en succes. De 3 motoren ziet jij ook ontstoken. 6. Ja, het zijn er 6 tegelijkertijd. Booster valt naar beneden, is bezig met zijn boost back burn. Maar, oei, wacht even, wacht. Ah, dat is de booster. Normaal. Dat is de booster. Dat is de booster, ja, dat is normaal. Ik dacht heel even dat het chip raar begon te doen.
En we zitten ook op een normale hoogte. Dus we zitten op een 80 kilometer, 90 kilometer hoog. Dat wil zeggen dat dit allemaal goed verlopen is. Dat de stuwkracht onder controle was. De boostback burn is begonnen. Oh, ai. Ah. Oh, dat is minder. Dat had de kers op de taart kunnen zijn, maar goed. Hij heeft zijn taak volbracht. We blijven nu het chip volgen. Ik weet niet dat we daar nog beelden van dat te zien krijgen. Niet. Ja, daar is het, daar is het. Uiteraard gaan we daar niet veel detail van zien, maar let u vooral dus rechtsonder. U ziet dat daar 6 motoren zijn, 3 grote, 3 kleine. De 3 grote motoren, dat zijn de vacuum versies van de Raptor. De 3 middelste zijn de sea level, dus die eigenlijk geoptimaliseerd zijn voor zeeniveau. De buitenste voor de vacuum, dus op grotere hoogte. Dit blijft ondertussen goed verder gaan. Die moeten blijven branden tot 8 minuten 33. T plus, sorry, 8 minuten 33. Dus dit blijft branden. Ik denk dat we op dit moment al mogen spreken van een gigantisch succes. Dit is al een gigantisch succes, inderdaad. De Starship zelf blijft nu momenteel gewoon doorgaan. Volgens de indicaties van SpaceX zien we dat inderdaad de 6 motoren nog altijd werken. En je ziet ook aan de snelheid dat die aan het toenemen is. Dat is goed. Ja. Dus de hoogte verandert niet zo heel veel. Dat was denk ik ook wel, dat is ook wat te verwachten in een normale vlucht. Dus het ziet er tot nu toe super goed uit voor Starship, de S25. Ja, tussen haakjes. Ja. We zijn de 100 kilometer overschreden, dus we zijn officieel in de ruimte. In de ruimte, juist, over de Kármán Line. Ja, 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 dat klopt. Koen, oeh. Ja, ik zag net een tweet passeren, dus anders was mij dat Frank ook niet gevallen. Nu voor de Amerikanen. Je had hem mogen claimen, je had hem mogen claimen voor mij. De 50 mijl is voor de Amerikanen de grens met de ruimte. Internationaal is het de 100 kilometer, 50 mijl is ongeveer 80 kilometer. Maar we gaan... Ze zeggen dat Dat hadden gezegd dat het traject normaal was tot nu toe van S25, dus ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, ja. Nu, orbitale snelheid om in een baan om de aarde te komen moet je, laten we maar zeggen, 8 kilometer per seconde halen. Dat is ongeveer 28.000 kilometer per uur. Je ziet dat we niet veel meer hoger gaan. Dat klinkt misschien raar, dat de hoogte niet verder toeneemt. Maar dat betekent dat we gewoon meer ver... Ik weet niet of ik ergens in beeld ben, maar de raket stijgt in eerste instantie omhoog, omhoog, omhoog. Maar gaat dan...